gefeliciteerd. Ja, ik denk dat we met z'n allen alsnog wel 10 jaar ouder zijn geworden. Want ja, wat werd het alsnog spannender? Ja, er moet toch een beetje een spannende wedstrijd bezorgen in de Avalanche Stadion, toch? Saai, ze hebben ook gezegd dat het een tijdje saai is geweest. Nou, nu maar even een beetje spanning bezorgen dan. Ja, lekkere overwinning. Maar ja, hoe kon het ten eerste dit grote verschil tussen de beide helften? Ik denk een stukje angst. Het is toch weer dingen, idee van PSV of wedstrijden die we hier hebben gehad en dat je voor staat. En dat je hem nog weg kan geven. Alleen als je zo'n eerste helft speelt, dan moet je je tweede helft niet meer zo moeilijk maken. Echt. Ja, onnodig spannend. Als je de eerste helft zo goed speelt en als je van 3 hebt, dan mag het nooit meer zo spannend worden. Nee. Heb je er een verklaring voor, het grote verschil tussen de beide helften? Ja, ik denk dat we de tweede helft heel nonchalant begonnen. Dat er helemaal geen beweging meer was. Dat we niet op zoek waren eigenlijk. Niet goed genoeg op zoek waren naar de volgende goal. En dan ga je zien dat er twijfel in het elftal komt en dat is nooit goed. Het tempo was te laag bij ons. We gingen op een gegeven moment, zij zakten in. Alleen als jij nog wat creëerde, dan moet je hem of aan de voet houden en gewoon wachten tot ze gaan uitstappen. Of je moet op tempo rondspelen. En waar ging je rondspelen? Op een bejaarde tempo. Ja, daar schiet je niks meer op. Dan creëer je ook niet de mensen aan de bal die de bal moeten hebben. Ja, en dan gaan we slordig zijn en dan kom je in de omschakeling terug. Ja, dat... Ja, dat hebben we echt niet goed gedaan. Maar ja, als je algemeen over deze wedstrijd kijkt, kun je wel heel tevreden zijn alsnog, denk ik. Hè? Ja, we hebben gewoon één helft gewoon echt heel goed gespeeld. Een van onze betere 45 minuten. Dus ja, we hebben goed combinatiespel laten zien, veel kansen gehad. Dus daar heb ik wel van genoten. De tweede helft doet daar wel iets aan af natuurlijk. Maar 3 punten sinds lange tijd weer in het eigen stadion. We wisten dat dit een belangrijke reeks zou worden. Is dan extra lekker en dat het dan ook lukt dat je nu Fortuna wint en nu weer? Ja, dat wisten we ook. We wisten dat we nu punten moeten pakken en dat doen we nu goed. Dus we staan er nu niet anders voor. Ik denk dat we sinds de winterstop al heel goed bezig zijn. Dat we moeilijke wedstrijden hebben gespeeld waarin we veel gelijk hebben gespeeld waar we ook hadden kunnen winnen. Dus dat... En nu worden we eigenlijk beloond en spelen we twee, weet je, niet helemaal goede wedstrijden. Maar pakken we in ieder geval 6 punten en dan doen we gewoon heel goed. En jij er ook weer 2 goaltjes bij. Waar gaat het eindigen op jouw totale score? Ja, dat weet ik niet. Ik blijf elke week mijn best doen om goaltjes te maken, assists te geven. Dus en dan zien we het aan het eind van de rit al.